Ook bij, dan moet je het er niet over. Nee. Wat is dat nou voor conditie? Ja, ben je moe? Ik ben toch warm? Ik ben wel half gewend toch? Ik moet ook even ademen. Oh yes! Yo, ik kan die lach van Casper ook nog echt. Goed, zo moet het. Maar ik deed ook maar zo. Kom op, Ben! Pedro! Ja, Pedro! Ja! Lopen nooit. Goed aan, Pedro! Ik praat ook nog met hem. Ik ga ook gewoon voor hun even storen. Hé, storen! Vandaag ook niet. Jij is vandaag weer thuis? Ja. Nou. Fuck off! Oh! Kom op, Thomas! Dat wordt het donker geworden. Goed zo, Thomas! Mijn moeder is morgen, ja, dus mijn moeder is gaan kopen en dan heb ik geen zin. Storen, jongens, storen! Duik. Hou van jou. Nee, je moet een liefde geven, je moet gewoon lief zijn. Ja, Thomas! Dat is voor mijn moeder vet genoeg als ik gewoon heel lief ben. Ik had als een klein mijn moeder heeft serieus op de kalender vet geschreven. Ik ben jarig! Zelf, hè? Zo'n autootje. Ja! En voor de bal, voor de bal! Bij zondag zeg maar. Zeg maar, ik ben jarig. Nou, dus Peter is wel goed met uitspelen en zo, met een beetje dollen. Schiet! Schiet! Oh! Waarom schiet iemand het recht op de keeper af? Hé, maar nu zijn we wel bezig met dollen. Sommigen doen het wel, sommigen niet. Ik schiet ook soms wel het recht op de keeper af. Ja, dat houdt het niet. Het is veel te hard. Dan denk ik zo, mama. En als ik dan hard op de keeper afschiet, dan. Dan weer kaatst hij weer. Of dan gaat hij naar de zijkant lopen, moet hij. Oh, jammer. Jammer, Peter. Steek nu moeten wij wisselen. Jammer. De meeste is op. Hele lopen, jongen. Lopen. Oh, Jezus. Happen, Boudy, happen! Happen. Ja. Met die bal zo. Ja, ja. Ik heb het kaas, ik heb het kaas. Zijn ze de ooglopers? Twee, volgens mij. Ja, ik ga net het doen, motto. Kijk, zijwaarts. Hij is vast. Dat is zeker heel hard. Dat is wel. Hé, hij is vast. Zijn we z'n drieën daar? Ah, kom op. Nee, ga je niet mee. Nee. Ja, maar ook! Nee! Ja, dit speelt een beetje vet zwaar. Ja. Ja, dat is een beetje zo van. Ja, lekker toon! Okay. Ja, hij krijgt hoofd in zijn gezicht. Het hoofd in zijn gezicht. Hij krijgt hoofd in zijn gezicht. Hij krijgt hoofd in het gezicht. Ja, echt een bal. Ja, ik kreeg echt een hoofd in mijn gezicht. Ja, ik kreeg een hoofd in mijn gezicht. Echt een bal. Oké, hou erop. Gewoon in mijn gezicht. Wie speelt er? In nummer 16! Dus dan is Teun ook goed in voetbal? Oh. Teun? Teun. Welke Teun? Kleine? Gijs wel, volgens mij heb je daar wel een keer mee gevoeld. Gijs, Rinalda, blond haar. Ik hoef niet de functionele stijl in de vijf. Ja, hij raakt het nog wel. Ik dacht dat ook een C1, hè? Dat is een slechte team. Nou, ik was best goed. Goed paas. Ja, maar. Voor de rest niet, nee. Ze hebben al een hele goede middel, die al. Als hij scoorde, ging hij helemaal. Ja, dus. Is redelijk makkelijk en alles. Nick, we zitten vet veel druk, nu moeten wij. Eruit! Echt bovenop zitten. Dat is natuurlijk heel pret.
Ik ben een boerkoop. Ja, niet samen met rechts. Lekker doen. Ik word halen. Kom op. Mees, je moet je doorlopen, hè. Waar is Spits? Naar voren. Waar is rechts voor? Ga door. Lopen. Wat is het? Ja. Dit is een beest, dit is een beest, dit is een beest. Schieten. Ja, ga er eens naar. Dat is echt een belachelijk. Hoe lang nog? Hoe lang nog? 5 minuten. Ah! Woe! Veel te lang. Jan, Tom, wie? Deze kant. Jij gaat Boudewijn? Ja, Mees, Boudewijn en Hidde. Dat denk ik nog. Ik heb een bom in de nacht. Kijk, Thomas! Ja, goed zo! Waarom blik je spelen? Dat is niet goed. Oeh! Waarom blik je spelen? Bijna hoor! Ja, gaat op de plaats, Hidde. Weer rechtsachter? Ja. Op het papier staat vol middenveld. Volgens mij staat... Kasper zei dat ze niet zo heel slecht. Hij kijkt als laatste man is die pragmatieke houding. Hij pakt op het moment dat het nodig is en gaat geen gekke dingen doen. Wat kom je als storen? Bij ons? Goed voor Jesse. Dat is We staan nog, we staan 5-2. Ja, dat staan niet echt heel ver. Nick is heel goed, als keeper wel. En, nee, volgens mij hebben ze nog wat van de dat is mijn enige zorg, weet je. Dat, wel. Ik heb al... Nee, maar het komt waarschijnlijk omdat ik er niet aan heb gewisseld. Alleen als Nick het graag wil. Ja, maar dan niet dood. Wordt echt met de dag te beter. Ja, dat is een dag. Alleen het komt door Nick omdat hij nog een keeper staat. Maar anders zou hij daar. Heeft Nick een keepers te doen? Ja, niet meer. Ja, want hij klemt die bal niet goed en zo. Hij komt niet goed uit op de goede momenten en zo. Maar ik coach, hoor. Als je gewoon als laatste man zegt, Nick, nu uitkomen. Maar het eerste, ja, maar ik kan hem niet vanaf helemaal daar naar daarheen schreeuwen, want dan komt de schreeuw pas later. Dat is een beetje een domme bal. De schreeuw komt pas laat aan, weet je wel. Dus dat is ja, bij mij. Ja, verdedigers moeten dat ook een beetje zijn. Ik heb zo'n vraag dat hij wil spelen. Ik vind het fijn om in middel te spelen. Bij de beestmacht kan je ze trainen wel. Ik word niet verdediging gezet omdat uiteindelijk ze staat op kopie. Weet je, als je goed. Ja, dat is ook wel redelijk. Ja, maar ik sta niet op mid en Danilo staat niet op. Dus eigenlijk staan wij niet op jou. Hé, dit is een vette bullshit. Heel wat niet. Ze lopen er zo door. Ze moeten hem laag houden. Lekker paas van. In de eerste helft, in de eerste 20 minuten, ging het echt zo baas. Nou, dat is een beetje. Maar jij komt nooit mee terug, Wouter. Ik hè? Ja. Ik laat meestal soms mee terug gaan. Ik laat hem mee terug. Ik dacht. In het begin kwam ik de hele tijd terug. Ja. Toen kreeg ik een elleboogje in mijn ribben, dus toen liet ik meestal een paar keer terugkomen. Ja. Ik heb sprinttraining of niet? Ik hè? Sprinttraining, ja? Nee? Belangrijk hè, met jou te leven. Hoezo sprinttraining? Nou, je hebt zo mooi voetballen, maar als je vanuit rechts, dan moet je nog iets sneller zijn om mee te gaan. Maar je hebt rechts midden heel veel. Ja, ik sta nu rechts midden. Ja, oké. Okay. Ja, dat was een aanval van de dag met jou bewaard. Stap je erbij? Staat. Dat is
Ja? Goed zo. Mark weer een beetje traag.